Hallo, welkom bij de Drie van Louis. Ik ben Louis van Oort, hoofdredacteur van Beleefde Lente. En ik laat weer drie opmerkelijke filmpjes zien van de afgelopen maand. De Te beginnen bij de kerkuil. De kerkuilen gingen helaas niet broeden in de kast die we daar speciaal voor hadden opgehangen in Dongen in Brabant. Maar gelukkig hadden we een andere optie, en dat was in Friesland in uh, de buurt van Leeuwarden, uh, het Frieske G. Um, daar zat een kerkuil op twee eieren en dus konden we overschakelen. Maar daar stak iemand een stokje voor en wel deze snaak: een steenmarter, die had honger en die had wel even zin in uh, twee kerkuileieren. En dus konden we helemaal van voren af aan beginnen. We hebben dezelfde dag nog uh, de kerkuilkast proef gemaakt, zoals dat heet. En wat denk je, een paar dagen later zaten de kerkuil er alweer in en mevrouw die ging binnen no time haar eerste ei leggen. Het is wel grappig om te zien dat uh, echt, vlak nadat de eieren gelegd zijn, of het, of het derde ei gelegd is, dat uh, meneer kerkuil alweer denkt van nou, het kan weer. En hoppakee, we gaan uh, weer even paren. Dat, ja, dat, dat, dat ziet er misschien in mensen termen wat cru uit, maar dit, dit doen vogels eigenlijk bijna altijd. Het is puur om de, om de band te versterken. En uh, ja, dat, uh, uh, dat werkt goed, blijkbaar. Het tweede filmpje is van de lepelaar. Heel veel mensen denken dat de lepelaar een monogame vogel is. Het is uh, ook zo'n grote witte vogel, net als een knobbelzwaan. Iedereen weet wel dat die. ...voor het leven bij elkaar blijven. Maar bij de lepelaar ligt dat toch net even anders, zullen we in dit filmpje zien. Het voorste nest, meneer en mevrouw lepelaar. En meneer lepelaar, die gaat even boodschappen doen. En wat denk je? De sneaky achterbuurman, die ziet zijn kans waar... ...en die denkt, ik wip even over naar de buf. En dat neemt hij vrij letterlijk. Dus ja, even... De hielen lichten en het, uh, het is alweer gebeurd en het is echt een heel geroutineerde overspelige want echt op het moment dat uh, de heer des huizes weer terug is, is hij weer op zijn eigen nest. Dus ja, heel bijzonder dit. Maar monogaam zijn ze dus duidelijk niet die lepelaars. Tot slot mijn favoriete soort van beleefde lente, de koutjes. De koutjes zijn echt helder voor mij. Uh, ze zitten bij alle, alle soorten van lente komen ze wel eens een keer langs, maar ze hebben ook hun eigen nestkast dit jaar. En uh, ja, ze zijn, ze zijn grappig, ze zijn slim. Alleen in dit filmpje lijken ze niet zo heel slim. Ze hebben hun nestkast uh, zo volgebouwd dat ze er amper meer in of uit kunnen. Heel veel takken. We zien, we zien het bijna niet meer. En ja, ik denk dat ze ook recht op privacy willen, wat natuurlijk logisch is. Um, ja, zelfs zijn ze er nogal tevreden over. Als je ziet hoe ze de camera in kijken. Ah, dit is wel het mooie van beleefde lente. Je ziet dingen die je in de natuur niet zo gauw zult zien en ja zeker in deze weken met veel eieren, veel, veel kuikens ook. Er gebeurt iedere dag van alles en ik zou zeggen ga lekker kijken en dan uh, over een maand dan uh, kom ik weer terug met de drie hoogtepunten van afgelopen maand.